Het is al sinds de première aflevering een mislukking, HLF8. Het programma scoorde eigenlijk alleen goed als Johnny de Mol weer eens iets had op te biechten. Nu wordt de show gepresenteerd door Helene Hendricks en Leonie ter Braak. Ze doen hun best, maar HLF8 blijft de diazepam van de tv-programma's, je valt er binnen 5 minuten geheid bij in slaap. Helene beseft zelf ook wel dat het niet goed gaat. Ze had het er gisteren over aan tafel bij Vandaag een Site. Ik vind het heel leuk om te doen, ja. Het is wel de bedoeling dat er ook wel een stap wordt gezet. Dat ze ietsje verder gaan professionaliseren. René van der Gijp ligt in een deuk, had je dat niet beter van het begin af aan kunnen doen? Hahaha, maar wat is professionaliseren? Helene legt vervolgens een enorm tv-cliché op tafel, ja, maar dit zeg jij nu, maar de wereld draait door ging ook niet goed, hè, in het begin? Johan Derksen grappend, Helene, is het misschien leuk voor een rubriek dat ik langskom met anekdotes? Terug naar het professionaliseren, wat betekent dat? Dat HLF8 momenteel een soort amateurtoneel is? Helene, ik bedoel met professionaliseren dat ze iets meer structuur gaan uitbrengen in de uitzending, je krijgt verschillende rubrieken, zodat er iets meer vastigheid in zit. Bij wie komt deze noodgreep vandaan? Wie heeft dit bedacht? Jeroen Pauw, dat is het productiehuis. Wilfred Gené gelooft er niet echt in. Het is allemaal van die tv-taal, we gaan er structuur in brengen. Jongens. Hoewel HLF8 bedroevend slecht scoort, mag het programma na de zomer verder met een tweede seizoen. De invulling is nog niet bekend. Het is nog niet bekend wie het gaat presenteren, want het is natuurlijk gewoon een programma van Johnny. Misschien is Johnny wel terug in september. Nou, reken er maar niet op. Dat wordt gewoon weer Helene. Het is nog even wat gesprekken voeren, want kijk, het zal geen geheim zijn dat mijn hart bij de sport ligt, zegt ze. Ik ga dat never nooit opgeven. Misschien een combinatie. Medestudiogast Roxanne Kneteman, een wielrenster, deelt daarop een sneer uit aan Johnny. Ik vind overigens sinds jij het doet een interessant programma en daarvoor vond ik het eigenlijk iets minder interessant om naar te kijken. Vindt ze Helene beter dan Johnny? Sorry.